Waarom zet je dat niet in de tutorial? Ja, weet ik veel. Daar denk ik gewoon niet aan. Hallo kijkers van Harme Frodo en welkom bij deze gloednieuwe vlog samen met Noah Samprink. Ja. Ik heb voor vandaag... Lekker enthousiast. Hoor. Ik heb voor vandaag meegenomen brood, dat hebben we al aangebroken, maar dat was voor de vlog. Hagelslag. Pindakaas. En een cadeau. Maar dit cadeau, daar komen we straks bij. Maar ik heb dus voor nu deze drie dingen meegenomen. En waar denk je dan aan? Brood beleggen. Een broodje met? Pindakaas en hagelslag. Precies. Ik snap het niet. Nou, de challenge is dat we een broodje smeren. Waarom is dan... De challenge is dat jij een tutorial schrijft hoe ik het broodje moet smeren. Dat gaat allemaal niet goed. Dit wordt echt de beste video ooit. Ik heb dit bij tientallen nationale en internationale YouTubers gezien. Dus ik dacht meteen, dit moet ik doen met Noah. Dus daarom pak je telefoon erbij en moet jij een tutorial gaan schrijven over hoe ik een broodje pindakaas met hagelslag smeer. En dan wacht ik heel even tot jij hem geschreven hebt en dan filmen we verder. Yes, we hebben de tutorial. Ik zal even hier ernaast pakken, zodat ik hem aan jullie, de kijkers, de leuke mensen... Nee, naar onder. Zo. Toch? Ja, maar jij moet op dit filmen. Ja, nee, een soort van, allebei. Oké. Je draait de dop van de pindakaas open. Doe hem nou iets naar onder. Ja, maar je moet ons eerst zien. We zien straks wel het eindresultaat. Ik ben nu de dop aan het opendraaien. Oh, je ziet het eindresultaat. Oké, je ziet niet hoe je het gaat doen. Oké, top. Fijn. Ja, ik mag de pot niet vastpakken. Dat heb je niet in de tutorial gezet. Gaat het echt zo? Ja. Ik kan het niet aanzien. Ja, nee, dat mag ik er niet afhalen volgens de tutorial. Mag ik het doen? Nee, eigenlijk niet. Oké, okay. Maar... en stop de achterkant van het mes erin. Top. Je lepel met de achterkant een goede klodder pindakaas en gooit het op het broodje. Op welk broodje? Oh, het is nog niet geroerd. De pindakaas is nog niet geroerd. Ja, ik mag geen broodje pakken, sorry. Ik moet het even zo doen. Helemaal geen goede klodder. Nee, maar hoe wil je dat met de achterkant doen? Ik pak wel heel even dit broodje. Ik zal me heel even niet aan het tutorial houden. Even het broodje pakken. Oké. Ik heb wel gezegd dat je het tweede broodje mag pakken zometeen. Waarom met de achterkant ook trouwens? Niet gewoon met de voorkant. Waar staat het? Dat is leuker. Maar het is het idee dat er een goed resultaat uitkomt. Oh, het was zomaar niet de bedoeling dat ik... Het volledig... Het was zomaar de bedoeling dat ik een serieuze tutorial schreef. Ja. Oh, dat heb ik niet gedaan. Dat heb ik zeker niet gedaan. Ik wist al dat dit met jou fout zou gaan. Uit. Ik heb dit ongeveer een beetje gefixt. Oké, volgende. Je lepelt met de achterkant en gooit het op het broodje. Daarna vouw je het broodje dubbel en wrijf zodat de pindakaas uitgesmeerd wordt. Ja, ik moest een flinke klodder, dus moet ik eigenlijk nog iets meer... Ik ga wel even dit eraf halen. Waarom zet je dat niet in de tutorial? Ja, weet ik veel. Daar denk ik gewoon niet aan. Nee, dat is gewoon dom. Volgende keer zeg ik wel, zorg dat het makkelijk is om de pindakaas uit te pakken. Nee, dat is geen goede tutorial. Jawel. Het ziet er echt
stukjes pinda in. Ja, dat was de goedkoopste die ik kon vinden. Dat zien we terug in de kwaliteit. Top. Oké. Okay. Ja, dit is echt nu al een leuke vlog. Nou, een goede klodder. Is dit een goede klodder? Ja. Oké. Okay, ik zal gooien op het broodje. Dan vouw je het broodje dubbel. Ik doe het voor de camera. En wrijf zodat de pindakaas uitgesmeerd wordt. Vouw je broodje open en gooi de vlokken erbij. Je zet het pak op de kop. Heb je even tissue? Oké, ik heb de vlokken er nu. Jij schrijft gewoon een slechte tutorial. Jij zegt gooi de vlokken erop, dat heb ik gedaan. Noah kan dit niet. Het grappige is dus dat Noah niet begreep wat het idee was van deze video. Dus het idee was dat hij een perfecte tutorial schrijft, zodat ik dit broodje kan smeren. Maar blijkbaar is Noah gewoon... Wat zei je? Ik heb wc-papier. Ook goed. Maar er staat toch gewoon pak de vlokken erbij? Ik heb de vlokken erbij gepakt. Nee, je hebt een broodje gegooid. Ja, dat stond er. Nee. Er staat hier toch? Als je dit als thumbnail doet, antwoord. Doe dat maar niet. Als je dan mijn naam googelt, dan staat die video er. Ja, dat is heel... wacht, ik moet even kijken. Er staat nu al, als in mijn, ik moest een pasfoto van mezelf hebben, maar die heb ik niet, had ik niet. Dus ik zoek gewoon mijn naam op. Er komen allemaal thumbnails te staan. Dat is toch prachtig? Dat ik met mijn kutsmoel voor in de camera sta. Oké, waar waren we? En dan gooi je het op het broodje, dan vouw je het broodje door en dat heb ik gedaan. Vouw je broodje open en pak de vlokken erbij. Niet doen. Ja. Je zet het pak op je kop. En scheurt de hele onderkant eruit. Heb jij straks een bakje waarin ik de vlokken mee kan nemen? Ik ga ervan uit dat... Nee, wacht. Dit is dan de... Nee, dit is de onderkant. Dit is de onderkant. Ik heb hem op de kop gezet. Dus als je op de kop staat, dan blijft dit toch de onderkant? Nee, dan is dit de onderkant. Nee. Ja, Noah van Brink. Zo werkt het niet. Jawel. Leer gewoon intelligentie. Zo werkt het niet. Dus maar... dit scheur ik dan de onderkant eruit. Top. Gewoon normaal. Oké. Jongen, je morst alles. Ja. Jij zegt niet dat dat niet moet. Gooi een goede berg vlokken op een broodje en smeer het uit met de pindakaas. Waarom met de pindakaas dul? Wat heb jij voor... Hoe doe jij dit normaal ook zo? Ja. Dit is hoe ik mijn lunch maak. Een goede berg. Werkt niet. Waarom werkt het niet? Slechte tutorial. Daarom moest je de onderkant eruit scheuren. Nee, stop! Je moet hem straks nog verbeteren, de tutorial. Wat? Met de pindakaas doen. Zo, perfect. Je pakt een tweede broodje en gebruikt het broodje om de pindakaas uit de pot te bakken. Waarom? Wat doe je? Oh ja, dat heb ik opgeschreven. Nee, je hebt helemaal niet zo goed gepakt. Ik stond niet hoeveel. Dan leg je de broodjes op elkaar. Oh, wacht. Broodjes op elkaar. Zo. Allebei de broodjes moeten pindakaas aan de bovenkant hebben. Ja, dat heb ik. Et voilà, een boterham de pindafromage. Ik vind hem niet goed. Ja, ik wel. Prima, dan wordt dit jouw lunch. Ik vraag jou om jouw tutorial nog één keer te verbeteren. Oké, Noah heeft zijn tutorial opnieuw veranderd. Deze keer in een serieuze poging. Dit is jouw broodje nog. Oké, je draait de dop van de pindakaaspot open. Nou, dat gaat vrij soepel deze keer. En stop de voorkant van het mes erin. Pak een broodje. Wat een bord graag. Je lepelt met Hermes. Wat is Hermes? Je lepelt met Hermes een goede... Hermes. Hermes.
Het mes. Staat Hermes. Nee, het mes. Ik ga een foto van Zeus opzoeken. Ik heb nog geen auto correct, oké? Okay? Je lepelt met het mes een goede klodder pindakaas uit de pot en gooit het op het broodje. Zo. Vond ik een goede gooi trouwens. Dan vouw je het broodje dubbel en wrijft zodat de pindakaas helemaal uitgesmeerd wordt. Het mes is weg. Het stond er niet. Ja, maar het deed net open. Oké, prima. Ik haal het mes wel even weg. Zo. Wil je dit altijd zo je lunch maken? Ja. Zo met zo'n broodje. Je smeert niet gewoon met je mes mee helemaal. Nee, dat is de bedoeling van een mes dan. Ja. Dat vind ik goed. Vouw je broodje open en pak de vlokken erbij. Je zet het pak op de kop en scheurt de onderkant er niet uit. Nee, niemand scheurt de onderkant eruit. Zo maak je niet een serieuze boterham met vlokken. Je haalt dit eruit. Dat ja. Is gewoon goed. Oké. Okay. Gooi een goede berg vlokken op het broodje en smeer het uit met de pindakaas erop. Pindakaas erop. Ja, eerst moet een goede berg nog. Ja, ja. Is dit een goede berg? Ja. Oké. Okay. Iets minder vlokken. De pindakaas dop. Waar is de pindakaas? Hier is de pindakaas dop. Zo, even goed uitsmeren. Zo. Oké. Okay. Gooi een goede bergvlok op en dat heb ik gedaan. Je pakt een tweede broodje. Gebruik het mes om de pindakaas uit de pot te pakken. Hoe dan? Hoe zie je dit voor je? Wat? Hoe moet ik nu met het mes zonder twee handen? Dan leg je de twee broodjes op elkaar. Prima. Ik weet niet wat ik dan met dit mes met pindakaas erop nog moet doen. Allebei de broodjes hebben pindakaas aan de binnenkant. Nee, deze heeft dat niet. Nou, die heeft dat nu wel een klein beetje. Aan de bovenkant hebben. Nou, dat lukt. Gefeliciteerd, je boterham met pindakaas. Nou, ik vond dit een hele goede poging. Ja, maar je hebt het niet helemaal goed gedaan. Hoezo? Nou, er stond niet in het tutorial dat je een YouTube video erbij mocht opnemen. Nee, maar dat was het hele idee. Ja, maar stond niet in het tutorial. Wil jij drukken op het vierkante vierkantje? Het is een rond vierkantje. Het is een vierkant vierkantje. Mm, ik zie echt een vierkant. Ja, het is een vierkant rondje. Hoe kan je een vierkant rondje hebben? Zo. Dat is een vierkant. Wil je drukken op het rode vierkant? Nee, ik ben nog helemaal vlokken eten. Oh, prima. Ik ga lekker een boterham met pindakaas eten. En vlokken. En vlokken. Ga je nou vloeken? Bijna heen. Moet je gaan stofzuigen. Wie stofzuigt er buiten? Ja, nou ik, want er liggen allemaal vlokken op de grond. Wie heeft die er gegooid? Ik. Hoezo is het dan mijn schuld? Dat zei ik toch, ik kan niet. Nee, maar je insinueerde dat wel. Ja, misschien wel.